De tariefaanpassing voor de parking op de Johan Adolf Pengel International Luchthaven is tijdelijk gewijzigd. Op 1 januari heeft het systeem automatisch een prijscorrectie aangebracht naar een bedrag van 100 SRD voor parkeren, zegt Jabrile Gravenstein, onderdirecteur commerciële zaken van de NV Luchthavenbeheer. Dat was niet in goede aarde gevallen bij de samenleving en ging de prijs toen viraal op social media. Gravenstein geeft aan dat de directie van NV Luchthavenbeheer niet ongevoelig is voor de heisa dat is ontstaan. Er is helemaal niets mis met de parkeerprijs. Het is goed erbij te vermelden dat we in het begin van de eerste helft van 2022 een nieuw parkeersysteem in gebruik hebben genomen. En dat we tot volgens mij november gewoon het oude tarief van voor COVID hebben gehanteerd. U begrijpt dat u alleen gelet op de koers, dat dat zwaar achterhaald is. Het is een buitenlands parkeersysteem. En het ligt niet alleen aan het parkeersysteem. U moet denken aan alles rondom het parkeersysteem om het te laten werken. Er is zeker nog wel werk aan de winkel. We zijn zeker wel kritisch naar onszelf toe. Maar we komen er niet onderuit om die aanpassing te doen. We hebben oor voor alles wat aan feedback wordt gegeven. Maar vroeg of laat komt het toch wel neer op de numbers, op de cijfers. En zou dat toch wel terug betaald moeten worden. Gravenstein meent dat het systeem niet alleen een buitenlands systeem is, maar dat er ook andere componenten bij komen kijken. U heeft het mogen gadeslaan. Het is een goed onderhouden parkeerhaven. We zijn vol automatisch gegaan. Iets dat eigenlijk totaal geen luxe meer is op elke internationale airport, is dat terug te zien. We hebben ervoor gekozen om bij de ingebruikname van een nieuw parkeersysteem niet meteen met een verhoogde prijs aan te komen, of een aangepaste prijs aan te komen, omdat we ons bewust zijn van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die samenleving, we wisten dat de veerkracht er een beetje uit was. Voor ons als organisatie, als luchthavenbedrijf, was dat er ook helemaal uit. Met bijna anderhalf jaar of iets langer COVID. Dus we hadden wel begrip ervoor. Dat is de reden waarom we het hebben uitgesteld. Maar je komt er niet onderuit. Gelet op de koers weet u dat we achter de feiten aanlopen. Maar nog altijd die maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hè? Het is heel moeilijk je daartussen te laveren. En dat moeten we ook eerlijk toegeven. De oude prijs van 50 SRD zal nog minstens 3 maanden worden gehanteerd. En daarna zal er weer een evaluatie plaatsvinden en zal er mogelijkerwijs dan wel een prijsaanpassing komen.